Goedemiddag. Moet bijna 1 miljard euro gaan kosten de overname van C1000 door Jumbo Supermarkten in Veghel. Maar dan heb je ook wat. Een supermarktconcern moet straks in totaal 725 winkels hebben. Een serieuze concurrent wordt dat dus dan voor marktleider Albert Heijn. Op dit moment begint in het Hilton Hotel in Amsterdam de persconferentie van Jumbo over die overname van C1000. En Albert Bos die is daarbij. Ja Albert, het is een enorme slag hè, als je zo kijkt voor Jumbo in deze supermarktwereld. Het is inderdaad een enorme slag, want zoals je zei, het wordt hiermee de tweede supermarkt van Nederland. Laten we nog even teruggaan naar gisteravond, want toen kwamen C1000 ondernemers bij elkaar in een hotel in Houten. En werd dat eigenlijk meegedeeld aan ze dat ze overgenomen zouden worden door Jumbo. En dat is toch wel een hele opvallende stap, want nou, ongeveer een maand geleden zei de topman van Jumbo nog dat hij helemaal geen interesse had in C1000. Nou ja, het tegendeel blijkt vandaag waar. Ja, het gaat echt om enorm veel geld en dat voor een Brabants familiebedrijf dat ooit heel klein is begonnen. Het is inderdaad een Brabants familiebedrijf. Het bestaat ongeveer nu zo'n 30 jaar. Maar het is de afgelopen 3 jaar wel 5 keer zo groot geworden. Dat betekent dus dat ze ergens mee bezig zijn. Ze hebben een missie. Laten we even kijken naar een overzicht van het bedrijf. Jumbo is een echt Brabants familiebedrijf. In 1921 begon Johan van Eert uit Veghel een handel in koloniale waren. Al snel stapt ook neef Frits van Eert in het bedrijf. In de jaren 50 neemt zijn zoon Karel het roer over. Hij breidt de groothandel verder uit en wordt leverancier van winkels. In 1983 opent hij de allereerste Jumbo supermarkt in Tilburg. In het tableau wat er toen was met concurrentie en dergelijke kon je absoluut niet verwachten dat deze kant uit zou gaan. De familie van Eert zet in de jaren 90 het bedrijf met de bekende Jumbo formule stevig in de markt. Jumbo wil geen aanbiedingen, maar vaste lage prijzen. De formule staat aan bij de klanten. In 10 jaar tijd wordt Jumbo 9 keer uitgeroepen tot de beste supermarkt van Nederland. In 2007 opent Jumbo de 100ste supermarkt in Veghel. Onder leiding van kleinzoon Frits van Eert neemt Jumbo in 2009 voor ruim 550 miljoen euro de Super de Boerwinkels over. Alle kleine dingen die succesvol zullen zijn, die worden groot. En het is toch stap voor stap. En terwijl de ombouw van die winkels nog niet eens is afgerond, neemt het Brabantse familiebedrijf C1000 dus weer over. Met de overname van de C1000 winkels heeft Jumbo straks in totaal 725 supermarkten. Ja, straks dus de tweede supermarktketen van Nederland. Belangrijkste is natuurlijk ook de vraag, Albert, of wij dat nou gaan merken in onze portemonnee. Wordt het goedkoper bijvoorbeeld voor ons? We gaan even 2 gevolgen uitpakken. 1. C1000. Blijft dat merk überhaupt bestaan? Ja, zegt Jumbo, dat blijft nog even bestaan. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat C1000 zelf een trouw merk is. Die heeft ook zijn eigen trouwe vaste klantenkring. Maar nog belangrijker is dat C1000, of dat Jumbo moet ik zeggen, nog bezig is met de overname van Super de Boer. En het hele transformatieproces om de Jumbo-formule daarin te luiden. En het andere belangrijke op dit moment is, gaan we het dus merken in onze portemonnee? Nou, analisten zeggen, nou, we gaan daar weinig van merken. Ik durf daar wel iets tegenover te stellen. In die zin dat we het zo meteen gaan zien dat naast Albert Heijn Jumbo een grote partner wordt. Die twee verschillen compleet van formule van elkaar. En ja, die gaan tegen elkaar op willen boksen om die strijd, om die concurrent, om de consument moet ik eigenlijk zeggen. En ja, we hebben vanochtend gevraagd aan een paar mensen op straat voor de C1000 supermarkt wat ze van die fusie vonden. Nou ja, misschien is dat wel voor ons fijn, ik weet het niet. Ja. Precies. Ja, de Jumbo is ook oppermachtig. En wij vonden eigenlijk C1000 ook goed. Ik hoor niet van, maar ja. Elke verandering is geen verbetering. Dus eigenlijk niks. Nee? Nee. Nee, want dan ging ik wel naar de Jumbo winkelen. Ja, u komt altijd hier. Ja. U gaat niet 100 meter verderop naar de Jumbo. Nee. Nee. Want waarom vindt u de C1000 beter? De houdbaar datum, producten, allemaal netjes, ja. Verpakt. Dat toch moet eten. Maar er zit hier 100 meter verder ook een Jumbo en u gaat naar de C1000. Waarom? Ja, zomaar. We kopen alles, overal alles. Het maakt u eigenlijk helemaal niet zoveel uit hoe die winkel heet? Nee. Nee, maakt me niet zoveel uit. Nou zeggen ze dat het voorlopig wel gewoon C1000 blijft. Ja, de naam die bleef, dat had ik begrepen. Ja. Maar, ja. U denkt dat u er niks mee gaat opschieten met deze fusie? Ik ben bang dat ik hier er slechter van word. Ja. Want dan is het even heel mooi en dan blijven die prijzen die blijven even. En dan loopt dat direct een beetje, want je hebt toch mensen van, hè? En dan worden die prijzen die worden flink opgejaagd. Ja. En dan zijn wij de pineut. Ja, zowat reacties van klanten. Albert Bos, jij bent zo meteen ook bij die persconferentie die op dit moment begonnen is. Uiteraard horen we meer van jou de komende dag op Omroep Brabant Internet, radio en waarschijnlijk ook natuurlijk op televisie. Dankjewel.